Hi, ik ben Lucy en ik laat je zien hoe je een account kunt aanmaken bij Wikipedia. Daarvoor ga je eerst naar de website wikipedia.org. Als eerste zie je dan de hoofdpagina. We gaan ons richten op dit gebied hier. Specifiek op deze lijn. Hier zie je dat we niet zijn aangemeld. Overleg en bijdrage, die zijn er momenteel niet, want we zijn nieuw. Hier zie je account aanmaken en hier zie je inloggen. Het is goed om te weten dat je Wikipedia ook kunt aanpassen zonder account. Wij kiezen echter voor account aanmaken. We zijn nu op de pagina waar je je kunt registreren. In mijn geval ga ik voor de naam TrainingsLucy. Hier geef je een wachtwoord op. En die bevestig je. Het is aanbevolen om een e-mailadres aan te maken. Bij het vergeten van je wachtwoord kun je dan gemaild worden. En ook kunnen andere gebruikers contact met je opnemen als je dat wil. Dat hoeft niet, dat kun je ook weer uitzetten. Ik ga dat op dit moment niet doen. Wel ga ik de captcha invullen. Ik denk niet dat ik een keuze heb. En we kiezen dan voor account aanmaken. Goed, we hebben een account aangemaakt. En we komen op deze pagina. We zien hier welkom en dan de naam die je hebt ingevuld. En meteen zie je hier dat je ingelogd bent. En hier staat een eentje en dus deze lijst, die herkennen we nog van net. En er wordt aan ons een aantal vragen gesteld. Waarom maakt u een account aan? Nou, de meeste mensen om een schrijffout in Wikipedia te verbeteren, iets toe te voegen, misschien zelfs een heel nieuw artikel aan te maken, vanwege een project, klas of evenement, om te lezen of anders. In mijn geval is dat anders. Maar hier geef je natuurlijk de reden aan dat je bent begonnen met Wikipedia. Heb je Wikipedia ooit bewerkt? In mijn geval wel, maar geef vooral aan wat voor jou geldt. E-mailadres sla ik nog steeds even over. Wikipedia is beschikbaar in bijna 300 talen. Zijn er andere talen waarin u kunt lezen en schrijven? In mijn geval is dat ook Engels? British English vind ik prima. Ik kan ook redelijk Duits. En mijn Neder-Saksisch is helemaal niet zo goed. Maar daar word ik steeds beter. Natuurlijk kun je deze vragen ook overslaan. Maar ik vind het leuk om ze in te vullen. Doe vooral waar je je goed bij voelt. We kiezen hier nu voor voltooien. En de antwoorden zijn opgeslagen. Goed, ga naar de startpagina. Krijgen we hier een pop-up. Welkom op je startpagina. Je kan altijd op je gebruikersnaam klikken om hier terug te keren. Op je startpagina kun je voorgestelde bewerkingen vinden, vragen stellen aan je mentor en je impact zien. We hebben hier ook een mededeling staan. En als je daarop klikt, zie je welkom op Wikipedia. We zijn blij dat u er bent. Gefeliciteerd! We hebben nu succesvol een account aangemaakt op Wikipedia.